Het watersysteem in Zuid-Limburg is uniek in Nederland. We hebben in ons hellend gebied veel kwetsbare beken en bronnen. Een gezond watersysteem is een randvoorwaarde voor de leefbaarheid, maar ook voor het economisch belangrijke recreatie en toerisme. De neerslag die in ons gebied valt, wordt opgenomen door planten, vult het grondwater aan en stroomt via beken en andere wateren naar de Maas en uiteindelijk de Noordzee. Daar verdampt het water, vormt wolken en komt als neerslag weer terug op aarde. Deze natuurlijke weg van het water noemen we het watersysteem. Wij als mensen maken gebruik van dit watersysteem. We pompen water op om er drinkwater van te maken. Drinkwater gebruiken we in huishoudens en bedrijven en wordt uiteindelijk afvalwater. Via het riool komt het afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het gezuiverde water belandt daarna weer in een beek. Dit proces waarin het gebruik van water centraal staat, noemen we de waterketen. Zowel bij de natuurlijke weg van het water als bij het verwerken van het afvalwater kunnen problemen optreden. Bij hevige neerslag kunnen beken en regenwaterbuffers overstromen. Het afstromende water in ons hellende gebied veroorzaakt erosie, schade aan landbouwgewassen en leidt op lager gelegen plekken tot water- en modderoverlast. Het riool kan de hoeveelheid water niet aan en het ongezuiverde rioolwater komt via overstorten en putten op straat of in de beek. Klimaatscenario's van het KNMI laten bovendien zien dat de winters natter worden, de hevigheid van buien toeneemt en perioden van langdurige droogte vaker zullen voorkomen. Problemen vragen om oplossingen. Maar zowel het Rijk als decentrale overheden moeten bezuinigen. Dat vraagt om een doelmatiger waterbeheer. Dat wil zeggen kwaliteit, maar tegen lagere kosten. Investeringen mogen niet leiden tot een sterke stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. Dat staat in het zogeheten bestuursakkoord Water, dat gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven met het Rijk hebben afgesloten. De oplossing is samenwerking. 7 gemeenten werken samen in de samenwerking Waterbeheer Maas en Mergeland. Het doel van de samenwerking is de kwetsbaarheid verminderen van de eigen organisatie door elkaar te ondersteunen of te vervangen bij het plannen en uitvoeren van wateropgaven. De kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verhogen door specialisatie van taken binnen de organisaties. Kostenvoordeel halen. Wat betekent die samenwerking in de praktijk? We overleggen nauw met elkaar bij het opstellen van beleid, plannen en normen. Wij zorgen ervoor dat de volksgezondheid wordt beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het milieu wordt voorkomen. We voorkomen dus negatieve effecten vanuit de afvalwaterketen op het watersysteem. Maatregelen moeten wel betaalbaar zijn. Wij nemen ze daar waar ze tegen de laagste kosten het meeste effect sorteren. Bewustwording van burgers en bedrijven is daarbij van belang, zeker als het gaat om preventie. We zien afvalwater als bron van nuttige grondstoffen, energie en water. We werken samen bij het beheer van bergbezinkbassins, gemalen en automatisering. Op de lange termijn bieden decentrale zuivering en modulair bouwen van zuiveringen grote kansen. We maken burgers en bedrijven bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor grondwater op hun eigen perceel. Bij nieuwbouw is het scheiden van vuilwater en schoon regenwater verplicht.
Bij bestaande woningen stimuleren we de aansluiting van de regenpijp op het regenriool. Schoon regenwater moet waar mogelijk zichtbaar zijn. We gebruiken de openbare ruimte om de gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen. Groene daken en combinaties met groenvoorzieningen kunnen regenwater opvangen. Samenvattend, de waterketen van drinkwater, riolering en zuivering kunnen we niet loszien van het watersysteem. Overstorten, regenwaterpijpen en de lozing van het gezuiverde water komen direct met elkaar in aanraking. Elke druppel water die we drinken en gebruiken is immers vroeger rioolwater geweest. Door goed samen te werken en slim te investeren, daar waar het meeste effect is te behalen, kunnen we besparen op onze uitgaven. Kostenbesparing, kennisdeling, kwaliteitsverbetering en het verminderen van de kwetsbaarheid zijn belangrijke voordelen van deze samenwerking. Afvalwaterbeheer Maas en Mergeland. Een betere kwaliteit voor een lagere prijs.